Geslaagd. Ja. Guido Brepels, geslaagd comeback op jouw Sint-Truiden. Maar de vraag die ik eigenlijk moest zeggen, welke indruk heeft Oostende jou nagelaten? Ik moet zeggen, Oostende heeft dat heel goed gedaan, denk ik. Ze hebben ons ook hoog vastgezet. Bij iedere omschakeling zoeken ze hun spits. Grote spits, daar hadden wij heel veel problemen mee. En wij scoren op het juiste moment scoren wij 3 doelpunten. Ik denk aan 100%, denk ik. En dan zie je toch dat tweede nationale heel anders is dan het hoogste niveau. Hè. Je moet altijd waakzaam zijn. De ploegen kunnen altijd iets meer hier, dat weet je. Heel scherp. Maar voor ons was vandaag belangrijk de 3 punten. Omdat het is vorig jaar winnen ze 3-4 matchen op het ganse seizoen. En nu de dadelijk winnen met overwinning. En ze weten nu wat tweede nationale is. Ik heb nu bijvoorbeeld Rob van Rossen binnengehaald. Die komt uit Nederland. Dat is een heel andere competitie dan hier. Dus die hebben gezegd, wat is dat allemaal hier in tweede klasse? Dat is kracht op fysiek vlak. Dat is vandaag een goede les geweest, dus daar wil ik heel veel uit leren, ja. Lag het verschil een beetje dat Oostende te veel onder de indruk was, te veel balverlies leed? Eigenlijk wat de Nederlanders dan noemen, als je over Nederland praat, ziekenhuisballetjes, waar jij dan handig kon gebruik van maken? Ja, wij hebben heel veel snelle mensen voorin lopen, hè. Dus wij komen er heel snel uit en we scoren ook 2 keer de balverlies van Oostende. Ja, maar dan gingen ze met lange ballen spelen en dan doen wij wel heel moeilijk mee, omdat wij qua gestalte niet echt goed zitten. Ik zeg, ze hebben het heel goed gedaan met die hoekschoppen tegen een vrije trap. Ene keer gaan ze laag inzakken. Maar dat is nog die angst van vorig jaar allemaal en dat moet eruit. Maar ik ben wel blij vandaag, als ik met 10 mensen kom, dat ze het hoofd voor de bal gooien en alles ervoor doen om die punten thuis te houden. Dat is ook een pluspunt, denk ik. Karakter. Ja, maar dat zal twee nationale nodig zijn. Want ik zeg het juist, ieder ploeg tegen ons speelt, die kan iets meer. Oké, bedankt. Dankjewel. Ja.